Het is de zoveelste keer dat een goed bedoeld project in Zuidoost tot opschudding leidt. D66 ontving zelfs meerdere signalen dat Kansrijk bezig is om vooruitlopend op het onderzoek het archief te wissen. Ondertussen hebben we ons ook mails bereikt waarin gezegd wordt dat bij Kansrijk alvast begonnen is met het schonen van het archief. Op dat moment schrokken we helemaal heel erg. Alle partijen in de gemeenteraad willen nu een extern onderzoek. In mei trad de net aangetreden stadsdeelbestuurder Remco van Dijk nog af, nadat een meerderheid in Zuidoost juist tegen zo'n extern onderzoek had gestemd. De motie is verworpen met 6 voor en 7 tegen. Van Dijk verweet zijn collega-bestuurders in een emotioneel betoog een gebrekkige bestuurscultuur en wilde daarom niet langer op het plus blijven zitten. Ik kan mij niet aan laten leunen dat er een bestuurscultuur is waarbij er geen openheid is, waarbij er geen transparantie is, waarbij er meerdere berichten zijn, dat de middelen onrechtmatig besteed worden. Dat kan ik niet voor mijn rekening nemen. Dat u dat wel kunt, dat moet u vooral zelf doen. Dan moet u zelf lekker die ton per jaar gaan verdienen. Dat is allemaal voor uw rekening, maar ik pas daarvoor. Ik heb wel principes. Leek een onderzoek toen nog ver weg. Inmiddels zal Muriel Doglies, voorzitter van de bestuurscommissie Zuidoost, daar opeens wel voor te porren zijn. Komende maanden zal dit onderzoek worden uitgevoerd.